Mike Uijverhoven. Ja. Door naar de finale dag van de Dutch Darts Masters. Had je dat verwacht toen de loting naar buiten kwam? Ik had het wel gehoopt in ieder geval, ja. Nee, tuurlijk, je komt hier om te winnen. Dus en dat je Fel en Sherrock treft, dat ja, is oké. Okay. Je moet van iedereen winnen. Dus nee, ik ben blij ermee. Ja, je treft Fel en Sherrock. Die, ja. Ja, wat je weet is dat ze een keer 70 gemiddeld heeft gegooid. En een keer wat beter. Ja, maar dus je 100, dus je weet het toch niet. Je weet het nooit. Heb je nog met Ron Beulenkamp gesproken vooraf? Die heeft een beetje ervaring om tegen een vrouw te spelen. Heb je daar nog over gehad in de ingooiruimte? Nee, daar heb ik het niet over gehad. Nee. Het is gewoon weer een tegenstander. En of ze nou vrouw of man is, dat maakt niet uit. Fallon die kan heel goed gooien. En dat weten we allemaal. Heeft ze misschien de laatste tijd niet zo laten zien. Maar ze kan heel goed gooien. Dus je moet gewoon aan de bak. Ja, vanavond was niet een hele beste partij. Maar ja, ik ben blij dat ik gewonnen heb. Goed, winnen is winnen. Die podiumervaring. We zien jou niet heel vaak op het podium. Ook weinig Eurotours nog dit jaar. De AVAS vorig jaar, is dat een beetje, heeft dat jou wat meer confidence op het podium gegeven? Nou, dat was natuurlijk wel een hele lekkere. Dat, tegen Henderson de eerste dag, dat was een goede wedstrijd. Tegen Vergerwe de tweede dag was ook goed, maar ja, Vergerwe is Vergerwe. Dus dat was, was lastig. Maar nee, natuurlijk geef je dat vertrouwen. En hoe meer wedstrijden je op het podium speelt, hoe beter het gaat. En dat merk ik wel. Dus ja, vandaag was het dan even minder. Maar ik hoop morgen gewoon weer daar te zijn. Wat verwacht je van morgen? Je tegenstander is niet bekend. Wat verwacht je ervan? Als ik moet zelf gewoon beter gooien dan dat ik nu heb gedaan. Het ging eigenlijk hartstikke lekker met ingooien, maar toch op het podium is het net weer even anders. Dus ik hoop gewoon morgen gewoon lekker mijn ding te doen. En dan ja, maakt het niet zo heel veel uit tegen wie ik sta te gooien. Als ik het zelf maar goed doe. Heel super. Bedankt met...